dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Lotte en vandaag ben ik de gast bij Fujifilm hier in Tilburg. Ik ben heel benieuwd wat ze precies maken en wat het nou eigenlijk inhoudt als je bij Fuji werkt. Dus daar ga ik vandaag achterkomen. En ik neem je mee op een rondje door de diverse plants. Kom gauw mee, we gaan op bezoek bij Fuji. Nou, ik ben Scott Hamers. We zijn hier bij Fujifilm, bij de afdeling inspectie. Ja, ik werk hier nu sinds 2015. Mijn naam is Carlos Tavares Castro. Ik ben 31 jaar en bijna een jaar werkzaam bij Fujifilm, vooral bij de P1. Het meest mee bezig ben is het controleren van de rollen die er binnenkomen. En die goedgekeurd zijn, die doe ik dan in de machine ophangen. Nou, onder andere werk ik bij inspectie. Ik heb ook nog twee andere afdelingen waar ik werkzaam ben. Bij inspectie doen we eigenlijk de kwaliteitscontrole van de plaat. Hebben wij allerlei testjes die wij doen om te conformeren dat het product wat wij maken aan de eisen voldoet. En mocht er afwijkingen zijn, dan escaleren wij die en zorgen wij dat het proces wordt bijgestuurd zodat de plaat weer aan de eisen voldoet. Maar natuurlijk, het is niet alleen zo dat ik alleen maar bezig ben met de machine. Ik moet ook met mijn omgeving mee bezig zijn, want we werken ook voornamelijk in het donker. Dus het is ook heel erg belangrijk dat we dus ook de vloer netjes houden, dat we ook weten waar we spullen neerleggen en dat we de spullen, als we die gebruiken, weer natuurlijk terugzetten. Om ervoor te zorgen dat niemand een letsel of een faalschade heeft of iets dergelijks. Het zijn offset plates, die worden gebruikt door drukkerijen. Die spannen ze in een pers en daarmee drukken ze kranten, magazines en producten. Ja. Het mooiste is als het gewoon mooi soepel loopt en dat loopt het ook. Om mijn functie te kunnen uitoefenen heb je eigenlijk proces operator A nodig. Maar ik ben zelf bezig met de opleiding proces operator B. Ik kom eigenlijk uit de horeca. Dus ik heb een carrière switch gemaakt richting techniek. En ik heb bij Fuji de kans gekregen om mijn proces operator B diploma te halen bij het ROC. En daar ben ik heel blij mee. Dus ik ben nu proces operator. Ja. Maakt jouw baan dan zo leuk of zo uitdagend? Wat ik het leukste aan vind is dat ik heel veel vrijheid heb en ik mijn werkzaamheden zelf mag invullen. De diversiteit. Je hebt met de techniek te maken, je hebt met het proces te maken, je bent heel flexibel. Problemen oplossen, in de lijn meekijken. Ik heb heel erg veel geluk gehad, als ik het zelf zeg. En ik heb zeker heel erg naar mijn zin. Mooi man. Je hebt zoveel mogelijkheden binnen dit bedrijf en binnen deze functie. Dus dat spreekt mij het meest aan. Ja. Ja.